niet schrikken. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Hij is even iets anders dan wat je verwacht, want je wacht natuurlijk gewoon een dagvlog van mij. Maar helaas, ik ga in deze video even een mededeling doen. Niet schrikken. Het is echt niet heel erg, nee. Ik ga alleen maar vertellen dat ik van de 5 vlogs in de week naar de 3 vlogs ga. En dat heeft alles mee te maken, dat zullen jullie allemaal wel begrijpen en hebben zien aankomen waarschijnlijk, want ik heb het er ook al over gehad, dat ik nu dus bijna 37 weken zwanger ben. Wow. Ja, elke vrouw zo'n beetje die neemt in welke week? 34ste week of de 36ste week nemen ze hun verlof op. En dat loopt dan nog, weet ik veel. Ik heb er geen verstand van, want ik werk al mijn hele leven voor mezelf. Maar in ieder geval een aantal weken, denk ik 6 weken of zo, of 10 weken. Na de bevalling ook nog verlof. Dus, zolang als dat duurt, heb ik besloten om mezelf ook een beetje rust te geven. Dus van de 5 stappen ga ik er 2 achteruit. Betreft het vloggen en het editen. Want het editen dat doe ik allemaal zelf. En ik vind dat echt niet erg om te doen. Het is echt, echt mijn hobby, mijn passie. Ik vind het super leuk. Maar ik merk wel dat als het te veel wordt, dan ben ik gewoon continu achter de computer in de avonden. Of in ieder geval in de tijden dat je normaal even lekker een beetje zal gaan rusten. Dus daardoor rust ik gewoon heel weinig. Voor mij is editen wel rusten. Maar ik zal toch ook wel weer eens een keer gewoon even lekker een filmpje willen kijken. En mijn verstand op nul. En ja, gewoon lekker. Dus dat ga ik doen. Wat vaker dan normaal. Niet helemaal, want ik blijf ook gewoon nog steeds vloggen. De ene keer zal er een dagvlog op die dag komen. De andere keer zal het misschien meerdere dagen bij elkaar zijn. Even kijken hoe het allemaal loopt. Ik weet het ook niet. En het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat rondom de bevalling, dat er dan ook nog een paar vlogs zullen missen her en der. Want ja, dan kan ik het even niet inplannen. En ook het uploaden enzovoort. Er gaat allemaal tijd in zitten. Dan moet ik achter de computer kunnen zitten. En dat kan dan niet. Want dan ben ik even wat anders aan het doen. En de periode daarna is ook heel belangrijk voor mij. Want ik vind het heel belangrijk dat de borstvoeding goed gaat. Althans, gaan proberen. Maar er is wel nog een kleine oplossing om toch nog iets meer van mij te weten te komen. Wat ik aan het doen ben en of ik al aan het bevallen ben. En dat is Instagram. Want daar ga ik proberen om iets meer updates te doen dan wat ik normaal doe. Want dan ja, kom ik jullie toch nog een beetje tegemoet in mijn leven. Dus Instagram, volg mij, volg Jol. En dan doen wij af en toe leuke updatejes over wat er allemaal gaande is. En wat ik ook nog vergeet, mijn blog kun je natuurlijk ook altijd nog blijven volgen. Want soms is schrijven ook gewoon even lekkerder, makkelijker en gaat het even beter tussendoor. En dat vind je op disneylomas.nl. Daar staan mijn blogs. Nou, en dan ga ik nu de rest van de dag lekker chillen. Nee hoor. En dan morgen neem ik jullie weer gewoon mee. Leuk in de woensdagvlog. Dus tot morgen. Doei doei. Rock that joint.